Hallo, ik had jullie heel graag tijdens de online les nog iets uitgelegd over deze wiskundeles, maar de tijd zat erop. En ik kan niet langer lesgeven, omdat het eerste leerjaar vandaag ook nog les heeft om 9:30 uur. Ik wil het toch heel snel eventjes met jullie overlopen. Oefening 1 zou eigenlijk heel goed moeten lukken als je heel goed kijkt naar de kleurencode. Ja, dan zou je dit allemaal perfect kunnen oplossen en dan zou dat eigenlijk geen probleem mogen vormen. Maar oefening 2 is heel wat moeilijker. Dat is een tabel, een uurtabel. En die wil ik toch eens met jullie overlopen, want die is helemaal niet zo gemakkelijk. Het gaat over de dienstregeling van de kustram van de lijn. Dus wat is eigenlijk de bedoeling? Dat is hetgene wat je ziet, zoals dat we gezien hebben bij de bus, toen we met de bus naar Ieper gingen, heb je dat ook bij de tram. Bij de tram hangt dus ook een schemaatje van wanneer er allemaal een tram rijdt. En we spreken hier over zondag 17 juli. Wat zie je daar allemaal op? Ik toon dat eventjes. Wat je hier ziet zijn de verschillende haltes. Dus hier zie je telkens de gemeente Oostduinkerke. En in Oostduinkerke heb je twee haltes: Bad en Schiphout. Waarom noemt dat zo? Dat heeft niet zo echt belang. Dat is gewoon de naam van die halte. Net zoals dat bij ons de bushalte Kerk noemt, is dat hier Bad en Schiphout. Dan heb je Kokzijde, vier haltes. En in de Pannen heb je er dan zeven. De tram vertrekt hier en doet al die haltes. Dus overal waar een bolletje staat, stopt hij even. Je ziet hier dat in Oostduinkerkebad dat er een tram is om 9:20 uur. En dat hij dan om 9:22 uur in Schiphout is, 9:24 uur in de Lejeunelaan, 9:25 uur in Bad, 9:27 uur Ster der Zee en zo verder. Ja, er is opnieuw een nieuwe tram om 9:30 uur en die doet dan al deze haltes op die uren. Om 9:40 uur is er nog eentje en om 9:50 uur is er nog eentje. Er zullen er wel nog zijn, maar dit zijn de enige die hier nu op staan. Ja. Het gaat over Lize en Timon die de tram willen nemen in Oostuinkerkbad op 17 juli en ze willen zo vroeg mogelijk in Plopsaland zijn. Als ik eventjes kijk naar de vorige oefening en ik kijk op 17 juli, dan zie ik dat die paars gekleurd is. Dat wil zeggen dat Plopsaland open is om 10 uur. Ik wil nu, ik ben Lize of Timon, en ik wil zeker om 10 uur kunnen in Plopsaland zijn. Dat wil zeggen, ik wil daar niet om 11 uur zijn, ik wil daar zeker voor 10 uur zijn. Het handige is dan dat je eventjes kijkt wanneer zijn ze in Plopsaland. Die staat hier, ja, die kun je hier gaan zien, de Pannen in Plopsaland. En ik moet er voor 10 uur zijn. Dus ik kijk nu eventjes naar die vier momenten waarop ik aankom. Onderstreep nu eens de uren die mogelijk zouden zijn. Denk nu eens na, welke uren kan ik daartoe komen en ben ik er zeker voor 10 uur. Wie goed heeft nagedacht, die heeft dit en dit onderstreept. Want dit zijn de enige 2 uren die voor 10 uur zijn. Als ik hier deze bekijk, dan ben ik maar 10:03 aan de halte in Plopsaland. Dan ben ik nog niet eens in Plopsaland, moet ik nog wandelen en zo verder. Dus hier zal ik zeker niet om 10 uur in het park kunnen. Deze zou net nog gaan, maar zal al een beetje krap worden. Zelf zou ik persoonlijk deze kiezen, omdat je dan tijd genoeg hebt om van de halte nog naar Plopsaland te wandelen en naar de kassa te gaan en zo verder. Als ik deze halte, dus als ik op dit uur er wil zijn, dan moet ik gaan kijken welke halte ik moest nemen in Oostuinkerkebad. Want dit is wanneer ik vertrek. En als ik goed kijk, dan vertrek ik dus om 9:20 uur. Dus als je wil antwoorden, kan je hier typen om 9:20 uur. Of 9:30 uur, als je de andere hier zou nemen. Maar ik ben persoonlijk toch, ik ben graag op tijd, vandaar dat ik eigenlijk 9:20 uur zou nemen. Hoe laat komen ze dan aan in Plopsaland de Pannen? Dat hebben we daar straks gezegd. Dus ze komen ofwel aan om 9:43 uur of 9:53 uur. Dus dan te zien welke van de twee je neemt. Dan vragen ze, oei, nu ben ik dat kwijt. Oeps, hier. Eventjes terugkeren. Ja.
Nu is de vraag, hoe lang zijn ze dan onderweg? Dus als je kijkt van 9:20 tot 9:43, ja, dan bedenk je hoeveel minuten ze onderweg zijn. Zet even het filmpje op pauze en vul het in. Als je goed gerekend hebt, dan kom je aan 23 minuten. De volgende vraag is, hoeveel keer zal de tram stoppen voor ze moeten uitstappen? Dus ze starten hier. Hoeveel keer zal hij stoppen voor ze moeten uitstappen? Je mag eens gaan tellen. Zet het eventjes op pauze en tel. Wie goed geteld heeft, die zal dit zien. We gaan eens kijken. Dus hij zal hier stoppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deze telt niet mee omdat ze hier opstappen. En deze telt niet mee omdat ze daar afstappen. Dus in het totaal gaat hij 10 keer... Oei, nu staat dat een beetje, hè? 10 keer stoppen met de tram voor ze moeten uitstappen. Goed. De volgende oefening hier is eigenlijk eentje die je zeker zou moeten kunnen. Dat heeft heel veel te maken met de grafieken die jullie vorige week gezien hebben. Ik leg het eventjes uit. Aan 100 inwoners van de gemeente Oostuinkerkenbad, dus dat is gewoon een gemeente aan de zee, werd gevraagd welke eetstanden ze het liefst op de dijk willen tijdens de zomeractiviteiten. Het zal allemaal niet kunnen door corona, maar stel dat ze dat gevraagd hadden. En ze hebben dus gevraagd van welke standjes wil je op de dijk zien waar je kunt gaan eten. En de drie meest gekozen standen zullen er altijd staan in het weekend. Ze hebben de stemmen geteld, want dat waren er heel veel. Vandaar dat ze gezegd hebben, één blokje is eigenlijk 5 stemmen. Anders ging die grafiek veel te hoog worden. Ja, en dan was dat niet meer zo duidelijk. Dus ze hebben gezegd, we verspringen per 5. Ja, dus dan tel je bij ijs. We hebben er 1, 2, 3, 4, 5, 6 hokjes. 1 hokje is 5 stemmen. Dus hebben er 30 mensen gekozen voor ijs. Doe dat nu eens bij de andere dingetjes ook. Tel hoeveel er telkens gekozen hebben voor die stand. En dan zou je dit moeten kunnen invullen. Hier vragen ze, wat lees je af op de verticale as? De verticale as, dat wil zeggen, dat is de lijn die zo staat. Ja? En jij moet invullen, ik geef je 2 mogelijkheden. Hoeveel mensen ervoor kozen of de soort eetstand. Kies zelf maar welk eentje van de 2 je op deze lijn ziet. Dus in de hoogte. Wat zie je dan? Oké? De rest van de oefeningen zou normaal gezien moeten lukken. Goed? Indien het niet lukt, dan bel je mij maar. Heel veel succes!